nu van in oktober, dus ongeveer 6 maanden wonen wij nu samen. En alles gaat goed. Maar we zijn alle twee wel onze leeftijd, dus we waren er wel klaar voor eigenlijk voor te gaan samenwonen. We waren ik was afgestudeerd ook, ik had werk. En Bram had ook al zeker werk. Dus was dat ideaal eigenlijk voor samen te wonen. Hè. Ja. Allee, dat is toch een stap dat je zet. Allee, je kunt altijd terug natuurlijk, hè, maar de keer dat je die stap zet, dan... is het de bedoeling dat je dan voor altijd gaat samenwonen. Dus wij voelden ons eigenlijk wel goed bij elkaar. Hè. Ja. Dat was zeker wel zo. Sommige mensen zeggen ook dat je bij elkaar scheten mocht laten, hè, en dan pas voel je op je gemak. Maar ik kon dat eigenlijk al tamelijk vlug hebben bij u. Ja, maar ja, dat ja, ik bedoel, als je elkaar goed aanvoelt en je weet wat je van elkaar kunt verwachten, dan denk je niet dat dat een probleem is als je na drie of vier maanden samenwonen of samen zijn, nog geen scheten bij elkaar kunt laten. Ja, dus ja, dat is iets dat automatisch groeit. Hè. Ik denk wel dat je die stap al moet gezet hebben vooraleer dat je gaat gaan samenwonen. Want alleen, dat is toch een serieuze stap, gaan samenwonen. En als je dan nog niet zeker bent van elkaar, of als je dan nog moet twijfelen of dat wel kan, een scheet laten in elkaars bijzijn, dan denk ik dat je relatie nog niet in die mate is dat je al kan gaan samenwonen. Moest het inhouden bij elkaar, dan is er toch teken dat er iets niet juist is. Hè? Dat je niet... Dat is iets normaals. Iedereen moet scheet laten. Hè? Dus... Dan moet dat kunnen bij elkaar, punt. Dat denk ik. Ik denk dat iedereen daar wel zo over denkt.